Goedendag beste kijkers, ik ben Per Gouwmans en in dit programma neem ik u mee langs enkele onbekende en minder bekende toeristische en geschiedkundige parels in en rondom Valkenburg. In deze aflevering de Kruidmolen aan de Plenkertstraat. Menig Valkenburger kent dit toch wel karakteristieke witte gebouw als het brouwerijgebouw van de voormalige Leeuwbierbrouwerij. Maar het heeft in de jaren daarvoor nog vele andere functies gehad. Onder andere een papierfabriek en zelfs een heuse kruidmolen waar buskruid gemalen werd. Buskruid ook wel polver genoemd en vandaar ook de polvermolen, als het straatje in de polvermolen als het sportcomplex. Deze molen die werd gebruikt om buskruid te malen vanaf 1820 ongeveer tot 1851. Toen stopte het, buskruid was niet meer nodig, vestingsteden die kwamen te vervallen. En het buskruid dat nog nodig was voor de steenkolenmijnen werd daar op locatie gemaakt, stukken goedkoper. En toen ging het complex over in andere handen. Maar in de tijd dat dit gebruikt werd om actief buskruid, salpeter en zwavel te malen, zijn hier niet heel veel ongelukken gebeurd. Wat natuurlijk wel enigszins vreemd is, toch op zo'n risicovolle locatie. Dat wil niet zeggen dat er geen ongelukken gebeurd zijn. Het gebouw is tot 3 keer toe ontploft. 1 keer zelfs zo heftig dat de ruiten in het centrum van Valkenburg en helemaal verderop bij het Château Sint-Gerlach compleet aan diggelen gesprongen waren. Het rad is op dit moment nog in renovatie. Het wordt nog opgeknapt. Het heeft jarenlang leeggelegen. En hopelijk zien we over een korte tijd het rad weer mooi draaien en het gebouw weer helemaal in bedrijf.